school. Voor de Marokkaanse cultuur. Ja, dat is fijn. En kan je haar aankijken? Ja. Wat zie je dan? Ook fijn. Ook fijn. Hoe staat je haar aankijken? Niet fijn. Nee, waar zit dat in? Oh, Marian wel. Oké. En als je haar aankijkt, hoe is dat? Ja, kijk maar even. Wat? Kijk elkaar eens aan als je wilt. Ik durf niet. Nee, je durft niet, hè? Nee. Ja, zo werkt het in de praktijk, toch? Ja. Dat Nederlandse meisjes denken, nou, die Marokkaanse cultuur, dat weet ik niet precies, hoor. Mm-hmm. Kan je haar schoenen zien? Andersom is het ook zo. Ja, en andersom ook, ja. Dus dat is ongemakkelijk, hè? Dus je kon iedereen makkelijk aankijken en hier wordt het... Dus wringt het een beetje, voordat het een beetje... Ja. Ja, wanneer zou je haar wel kunnen aankijken? Wat moet er dan gebeuren? Als ze wat dichterbij komt. Okay. Als we contact hebben. Ja. En wat is er nodig om dat contact te maken? Dat weet ik niet. Nee, oké. Okay. Dat komt vanzelf. Dat komt vanzelf. Dan ga ik jou vragen als je wilt iets hebt. Ja. Zou je willen komen staan? Voor dat wat... Ja, voor dat wat nodig is om het contact te maken. Dus ik weet niet precies waar je voor staat, maar je hoeft alleen maar te staan voor dat wat nodig is om het contact te maken. Oké. Je mag zelf ook kiezen waar je gaat staan. Voel maar wat voor jou een fijne plek is. De maquillette. Nee, maar niet uit. Is toch hier ook? Ja, dat is oké. Ja, dat is helemaal prima. Je hebt er liever hier. Ja, probeer maar uit. Je mag zo weer terug ook. Ja. Wow. Hier? Heel goed, ja, heel goed. Eigenlijk heb ik nog een vertrouwenspersoon uitgekomen. Kunnen jullie elkaar aankijken? Ja. Ja, ik kijk ze wel. Goed. Ja, mooi. En kan je dan vanuit hier naar haar aankijken? Nu wel, hè? Heel goed. Ja, bijzonder, heel goed. Kan jij haar zien? Ja. Hoe is dat nu om haar aan te kijken? Fijn. Ja. Zeg het maar, fijn om je te zien. Ja. Ja. Niet zeg ja dat. Ja, dat. Wat kan jij tegen haar zeggen? Oh, fijn om je te zien. Ja, heel goed. Wat kan jij tegen haar zeggen? Wat zou je willen zeggen? Nou, het voelt goed, ook omdat je... goed om jou te zien, maar ook anders. Ja, ook anders. Ja, ik het wel. Nu voelt het niet goed. Ja, dat is al storend toch, hè? Ja. En zo is het leven ook, hè? Dat er van alles gebeurt. Ja. Terwijl je op school in contact wil. Kijk de kringels rond hier. En kijk eens. Samen staan we sterker. Samen staan we sterker, mooi. Ja. Samen zijn we één. Ja, ook nog. Maar zes dat doe. Ik vind het zes dat doe alleen. Ik vind het een beetje te ver voor mij opstaan. Wacht, we zijn allemaal hier zo. Ja, kijk maar. En zo. Ik ben altijd gewend dat zij hier... Ja, het is even anders, hè? En dat is zeg maar overal. Ja. Ja. Miriam hier. En nu staan jullie in een bepaalde rol, in een bepaalde soort spel. Ja. Maar je kan voelen wat voor verschil het maakt, hè? Kijk, hoe verdien jij nou niet het haar? We zijn bijna klaar, dan. Dan zie je toch het. Als jij zou moeten zeggen, het eerste wat in je opkomt nu, wat is dat? Mag ook iets heel raars zijn. Een woord of een beer. Dat moet heel gek zijn. Als ik jou zou vragen in je rol, wat ben jij? Wat komt er dan op? Het eerste antwoord is goed. Laat die andere maar. Wat nu in je opkomt. Gewoon ja, alles. Alles? Het is hem. Wie weet waar zij voor staat? Ik vind het extra staan voor rust. Rust. Ja, rust en zacht. Het is hem. Maar soms ook chaos. Ja, soms is het resultaat chaos. Maar nu niet, hè? Nee. Hier is het. Ze kan ook rustgevend. Ja. Dus als er rust is, dan kan er contact zijn. Ja. Niet in chaos. Nee. Maar als er rust is, dan
kunnen de Nederlandse meisjes en de Marokkaanse meisjes, dan gaat dat. Ja. En dan sta je lekker met elkaar. Bij haar wel. Ja, bij haar wel. Ja, het is belangrijk. Dat het is heel belangrijk. Marokkaanse meisjes niet hoor. Het is heel belangrijk. Dames, ik vond het nog wel wat. Dank jullie wel. Alsjeblieft.